Oh, nee, 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 nee. Zo. Zo, nou, we gaan verder met deze kant. We wachten even tot de passagiers zijn ingestapt. En daar horen we het signaal van de conducteur. Oké, wissel nu van kap en rijd deze trein naar Utrecht. Dat heb ik al gedaan, Harry. Zo. Harry. Daar gaan we dan. Harige Harry. Precies. Nou, en moeten we zo meteen weer een heel stuk over dat trage stuk, Dimi. Oh, lekker dan. Ja, precies. Het duurt weer een uur. Nou, ik denk dat ik zo meteen wel even wat extra gas op dat stuk opgooi, want dit schiet er echt niet op. Zometeen moeten we Utrecht P11 en Utrecht Os. Of zoiets, maar dat was wel over 32 kilometer. Ik moet wel eens even het gas er maar op gooien, want dit schiet anders niet op. Even de wissel over. Nou rij je wel op het rechte spoor weer. Volgens mij rijdt er geen trein over het andere spoor, lijkt het wel. Oh nee! Volgens mij zit ik verkeerd. Ja? Ja, kijk. Hier zijn we toch net niet geweest? Nee! Volgens mij zit ik verkeerd. Kijk, want hier loopt hij ook zo dood. Verwacht het dan. Zo, nou, doen we het al even zo. Ik denk dat ik ergens een wissel om moet gooien dan. Oh, wacht. Gaat even helemaal verkeerd. Foutje, moet kunnen. Precies. Nou, ik weet dan niet wat er is, hoor. We kwamen hier net toch ook vandaan? Of nee, we kwamen hier lang. Ik snap echt nou helemaal niks van. Hé, hier kwamen we net toch ook niet langs? Nee. Oh, volgens mij moeten we nou zo rijden. Laten we het hopen. Ja. Oh, gaat weer even allemaal mis. Even kijken hoor. Nee, dit loopt ook dood. Hé? En een rood sein. Nou, wat wil je nog meer? Nou, ik weet het niet hoor, Dimi. Volgens mij zitten we goed fout. Kan je zien wat een noobs wij zijn? Nou, we gaan eens kijken of ik een wissel kan omgooien. Dat we daar wel die kant op kunnen. Want ik vind het anders wel heel raar hoor. Even kijken. Dan moeten we waarschijnlijk deze kant weer op. Dus dan moeten we... Ja, zo. Dan zo. Als het goed is, moet hij nou wel goed gaan. Ik weet niet wat er mis is, maar als het goed is... Nou, ik weet niet wat hier misging, maar... Kan jij het even omroepen, Dimi? Wat moet ik omroepen? Ja, voor even voor de passagiers, dat we nou wel de goede kant op gaan. Ja, attentie passagiers, we gaan nu de goede kant op. Er was even een storing. Ja, oh. Een storing. Zo noem je dat toch? Ja, kijk, nou gaan we wel de goede kant op. Heel vaag. Volgens mij was het al eens even iets verkeerd gedaan of zo. Nou, nu kunnen we het gas er eindelijk eens opgooien dan. Dat werd tijd.
Zo, nou, even volle bak. Oh. Zo. Nou is die weer goed hoor. Nou, we gaan even kijken, want blijft natuurlijk altijd mooi dit over. Kijken, zo. Kijk eens eventjes, dan rijd je trein hoor. Dimi. Oh, wat mooi. Die vorm, gewoon geweldig. Nou, we geven even lekker gas, het gas erop, anders duurt het weer allemaal zo lang. Hopen dat we niet ergens uit de bocht vliegen. Nou, we komen zo meteen weer langs station Baren, waar we even 110 mogen halen. Dan kunnen we weer door met 140. Zullen jullie zo alweer gaan piepen? Oh, dat moet ik niet. Een baby zo. Even de ruitenwissers aan doen. Hoppakee. Ah, kijk. Die bedoelde ik. Word je toch ook wel gek? Sta je hier op dat station, komt er een trein met 150 voorbij. Oh nee, ik mag hier maar 40! Nee, ik denk dat ik een wissel over ga. Denk ik zomaar. Anders mag ik toch niet opeens 40. Oh, nu mogen we 140. Waarom stond er dan bord 40? Lijkt me dat we zo'n wissel over gaan. Volgens mij gaan we hier naar rechts. Of het is een fout in het spel, of ik ben achterlijk, maar... Waar zou je uitkomen als je hier rechtdoor gaat eigenlijk? Nou, zie je, we moeten hier gewoon af. We gaan dat even in een recordtempo afleggen. Zo, nou de achterkant is er ook overheen, dan kunnen we weer een beetje gas geven. 60 dat zo traag. Ik weet niet hoe het met jou zit, jij hebt je rijbewijs nog niet, Demi. Nee. Hoe zit het daarmee? Ah, gaat wel, hoezo? Nou ja, weet je wat het altijd is? Ik hou altijd de standaardprocedure aan, overal 10 kilometer te hard. Dan zit je altijd goed. Sowieso geef je kilometerteller 10 te veel aan. Of 5 ongeveer, 4. Nou, dan heb je, als je geflitst wordt, heb je nog wat correctie in zet. Dus als je niet harder dan rijdt dan 10 kilometer te snel op je teller. Ah, dan moet je het maar goed, dan moet het wel lukken meestal. Maar ik zou zeggen, probeer het niet uit. Eigen verantwoordelijkheid natuurlijk, maar... Het zou kunnen. Precies. Kijk, hier ook, waar we 80 mogen rijden, 9, oh, hier mogen we zo'n 60. Dan gaan we even afremmen naar 70. Even afremmen naar 70. Zo.
40. Goh, we moeten steeds trager gaan rijden. Nou, dan vind ik 60 wel een mooie snelheid hoor. Zal ik zo meteen als die gaat piepen een keertje niet indrukken? Dan zal je zien wat er gebeurt. Ja, want dan kost dat weer heel veel tijd. Doen we aan het laatste wel even. Dan zal die ook een keer piepen. Nou, wat duurt dit stuk lang, zeg. En het lijkt me sowieso ook wel leuk om dat wij een keertje Dimmy de comments kunnen behandelen. Maar ja, dan ja, laat gerust. Natuurlijk wel een comment achterlaten. Ja, precies. Het is nog een beetje, ja, een beetje beginachtig bij ons, maar we willen ze graag behandelen. We hebben wel kijkers. Ah, gelukkig wel. Anders zitten we voor niks hier drie kwartier een treinroute te rijden. Dat is ook wel een beetje triestig voor ons. Ja. Wat ik sowieso heel raar vind. Volgens mij staat hier links onder een tijd dat we om 12 uur op Utrecht moeten zijn. Maar dat, het is nu 6:30 ochtends, 6:55. Nou, dan hebben we nog een hele tijd om er te komen op dit tempo. Dit vind ik altijd zo'n raar geluid, moet je horen. Net of die trein uit elkaar rolt hier. Klinkt een beetje raar. Ja, of ja, dan wordt het een Klinkt lekker zo'n kraak in de trein, Dimmy. Hier, muziekje. Oké, ik ga stoppen. Ik weet niet of die trein... Dat is irritant. Inderdaad. Lijkt op iemand anders. Die doet ook altijd dat soort irritante dingen. Dim en front zijn. Oh, dat is die knop waar ik dan op kan drukken of zoiets. Of... Nou, mooie. Wat hebben we hier nog allemaal van leuke knopjes? Oh, we mogen harder, zie ik. Ruitverwarming, voetplaatverwarming. Cabineklimaat, koelen. Dimmend meters, max. Oh, oh! Tijdstijl, nou, wel leuk. Nou, we mogen weer 130. Het gaat weer de goede kant op. Over 15 kilometer dan zijn we op het station. Ik snap eigenlijk niet waarom ik heen en weer moet. Is het een hoge snelheidslijn of zoiets? Ah, nou, daar hebben we hem weer. Ik weet trouwens dat Chris Trains, het maker van deze trein, meet altijd als hij treinen gaat maken, dan meet hij hoe lang hij erover doet voordat hij optrekt en hoe lang hij afremt. En hij maakt het zo gedetailleerd mogelijk. Dus ja, die treinen kosten wel geld, maar je krijgt wel waar voor je geld. En dat vind ik wel, ja, dat is wel leuk, toch? Als je waar voor je geld krijgt, dat is altijd mooi, toch? Precies. Nou, dit is Utrecht Centraal. Een heleboel wissels. Waar komen wij straks zo binnen dan? Oh, wij zijn hier nog maar. Even kijken.
Ik vind het zo raar dat we geen wissels om kunnen gooien. Dat is wel een beetje jammer eigenlijk. Oh nee, ik mag opeens 60. Gaan we weer een wissel over? Oh, huh? Klopt echt iets niet. Dan weer 120. Ik zal wel een beetje vaart minderen voordat het weer... Ik zou zonde zijn als we nou game over zouden gaan. Er gebeurt nog niks. Laten we eens even kijken wat we nog allemaal voor... Voor leuks hebben. Voor leuks hebben, want zijn trein alleen is ook zo saai. Hè? Kijk eens even. Oh, wat mooi is dat toch. En we zullen natuurlijk... Heel soms dan gaat die kerkklok hier ook nog luiden, maar dat... Klopt dan ook niet helemaal. Is goed, dus zijn we hier op station Beeldhoven. Ja. Ik weet alleen niet over welk spoor die komt. Welke gok jij? Lijkt me rechts. Links. Hè? Links. Die? Gok jij op links? Of die? Ja. Ik denk deze zo. Ik denk die andere. Ja, oké. Okay. Gaan we hier staan? Ja, we gaan het zien. We blijven gewoon in het midden en dan... Zien we het vanzelf waar hij overheen komt. Kijk, de spoorbomen gaan in ieder geval al dicht. Vind ik altijd zo leuk als je langs die bomen gaat. Hoor je het? Oh, wacht, hij komt. Oh! Kijk eens even. Ik had gelijk. Of, oh nee, jij had gelijk. Ja, ik wou zeggen. Oh. Maakt niet uit. Ja, er is geen pijl op de tracking train simulator. Nou, over 8 kilometer dan zijn we al op de dingen, joh. Met dit tempo zijn we er zo. Oh, we mogen weer 140. Ja. Weet je dat er ook treinroutes zijn van 90 minuten? Dat lijkt me wel heel 90 lang. 90 minuten? Ja. Anderhalf uur? Ja, dat bedoel ik. Kunnen we wel een keertje doen. Doen we gewoon ieder uur doen we een video. Oh, we zouden ook een keer een marathon gaan doen, toch? Train Simulator Marathon. Oh ja, dat kan ook natuurlijk. Van Vlissingen naar Groningen. Nou, die lijn bestaat volgens mij nog niet eens. Nou, mag iemand dan maar snel gaan maken. Nou, dat zal nog wel even duren. Dus van de ene kant naar Nederland naar de andere kant. Of van de ene kant naar Duitsland naar de andere kant. Dat is ook wel lachen. Kan ook. Nou. Even kijken. We zijn 6 kilometer. Dan zijn we er al. En dan zullen wij arriveren bij... Utrecht Centraal. Ja, maar ja. Dan moeten we daar nou nog een... Echo! Echo! Een ander ding ophalen of zo. Dan komen we hier. En dan moeten we... Wat moeten we dan doen, joh? Ik weet het niet. Is er nog een Utrecht? Arnhem is dat. Ik moet nog steeds weten wat die missing textures zijn. Hier, er liggen zelfs op het spoor, de missing textures. Hier, dit is toch een mooi zicht, hè? Kijk eens eventjes over het mooie water. Nou, 4 kilometer. En daarna, wat is dan de bedoeling? Ik, Utrecht-Oss staat, maar ik weet niet wat dat... Dat is weer helemaal hier, joh.
wacht. Stop met Utrecht-Os. Huh? Dit is Utrecht. Lijkt wel of dat een station verder of zo is. We gaan het zien. Weet je wat ik altijd zo leuk vind? Kijk, je stapt zeg maar bij Rotterdam in en je gaat naar Amsterdam. Dan kom je opeens bij Amsterdam aan en dan zeggen ze... Yeah, ladies and gentlemen, this is Amsterdam Central. En dan gaan ze het opeens helemaal in het Engels vertellen. Dan denk ik van, joh, er zijn net allemaal Nederlandse passagiers ingestapt. Doe eens normaal, joh. Ja, gek, hè? Dat was een kort maar krachtig antwoord. wacht hier. Ik zie dat we hier een einde hebben. Dus het einde is in zicht. Had het zo zeggen. Mocht je het eentonig vinden of zo. Oh, wat is hier? Af en toe is die wel even traag, hoor. Oh ja, wacht. We zouden de volgende, als die kwam, dan zouden we niks doen, hè? Oh, die komt zo ook. Laat ik wel even gas geven. Hoppakee, daar gaat hij al. Op de noodrem. Nou, dat gebeurt er dan. En dan kan ik niks doen. Wacht tot hij stilstaat. Dimitri is weg, denk ik. Nee, ik ben er nog. Nou, oké. Nou, dat was het dan. Dat gebeurt er dus als je niet indrukt. Hallo, doet hij het nog? Hallo? Hallo? Waarom doet hij het niet? Geen idee. Ah, dat was hem. Nou, dan weet jij ook weer gelijk als je ooit eens een keer dat spel speelt en je hebt die dingen en je drukt er niet op tijd in. Je kan zien, het is best wel snel. En op zich wel handig natuurlijk, want als die conducteur in bijvoorbeeld... Die hebben bijvoorbeeld ook altijd zo'n dodemansknop, hè. Dat zit hier dan weer net niet in. Ja, die pandalen zitten er wel, maar ben ik blij dat het er niet in zit. Ik vind het wel heel apart dat we in het midden van Utrecht binnenkomen. Dat is een beetje dat ik denk van... Nou, ik weet niet precies wat ik daarvan moet vinden. Hier zullen we wel weer een wissel over gaan. Welke? Rechts, links, rechtdoor, ondersteboven, ja. We komen aan op station op perron 11B. Kan je het mee doen, Nimmy? Ik weet niet of we hier dan moeten stoppen. Ik denk het wel. 11A. Oh, dit is het einde van het station, joh. Weer te laat, hè. Weer te laat. Nou, ik reken het wel goed, hoor. Nou, instappen, jongens. Kunnen we door. Hop, 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 hop. Ik heb een serieus thuis... Dimi, ben je er nog? Ja? Ben je stil? Ja, ik ben een beetje stil. Een beetje hoofdpijn, ik weet ook niet. Maar vertel. Hoppakee, daar gaan we weer. Wat wou je zeggen dan? Weet ik niet meer eigenlijk. Waar had ik het over? Weet ik niet meer. Ik ook niet meer.
Nou goed. Dan bedanken we je voor het kijken van deze video. Helaas was die vergeet wel... Vergeet niet te abonneren. Precies, helaas was die wel in twee delen. Want ik had ook niet verwacht dat die zo lang zou duren. In ieder geval, vergeet niet te abonneren. Een duimpje omhoog en laat sowieso een comment achter. Dan kunnen we hem de volgende keer behandelen. Dat, dat is gewoon leuk. Kunnen we ook naar jullie mening luisteren. Precies, en dan... tips, alles is welkom. En als we nou heel veel comments krijgen, dan gaan we ook een postbus openen. Oh, ja, wacht, kan wacht. Kan je fanmail opsturen. Precies. Doen die lichten het niet of zo? Hier, joh. Moet je zien. Kijk. Oh, nee. Zo. ik denk dat hij er tegenaan zit. Even kijken. Wacht even, moeten we deze hebben. Even gewoon omdat het leuk is om te zien. Oh. Oh, het mooie Utrecht. Nou, die staat er... oh, well done. You have the scenario successfully. Nou, we hebben hem nog goed gedaan ook. We zitten op het eind tegen een paal aan. Hoppakee. Nou, ik kan je zeggen. Dat was... Dan gaan je schadevrije jaren. Dat moeten we nog wel even laten zien dat hij er echt tegen zit. Hoor. Anders gelooft niemand het. Kijk eens even. Nou, bedankt voor het kijken.